En waar de bus precies is, dat zie je zo eerst iets anders. Misschien heb je het zelf ook wel gemerkt. Er vliegen veel wespen rond in Nederland. Volgens deskundigen zijn het er dit jaar extra veel. Door het zachte weer tijdens het voorjaar zijn er veel meer wespen geboren. En ook zijn ze er vroeger dan andere jaren. Op terrassen en andere buitenplekken waar gegeten en gedronken wordt, is dat goed te merken. Daar komen ze af op voedsel en zoetigheid. Deskundigen hebben hun handen vol aan het weghalen van wespennesten. Ze denken dat als het zo warm blijft, we voorlopig nog wel veel last hebben van de wespen. En Tamara zit vandaag achter het stuur van de Jeugdjournaal bus en sprak met kinderen over de wespen. We zijn vandaag in het Brabantse Someren in het Bouwdorp. En de kinderen, jullie kunnen wel meepraten over die wespen. Er zijn hier zelfs ook maatregelen tegengenomen. Ze hebben die wespen daar zo weggehaald. Die gaan je meenemen. Ja, die is goed gegeten. Ook tijdens het eten komen ze er allemaal wespen drinken en zo. Dat is niet fijn. Ik vind het wel irritant als je aan het eten bent en zo. Ik ben 9 keer gestoken. Ze hebben me daar gestoken en op mijn andere been en hier 2 keer. En dan zei ik een wespen. De wespensteek is ook best wel veel vervelend, want ja, ze kijken wegens gewoon. Oh, ze mogen van mij wel verstaan, alleen dan moeten ze zo'n muur ervoor uitvinden dat ze niet meer prikken. Eigenlijk gewoon doodjes spuiten, maar dat is handig.